Yellowgrass is voor mij een uitlaatklep. Ik kan er mijn creativiteit als het ware in kwijt. Alles wordt geprobeerd. En er wordt pas nee gezegd als het echt nergens meer naartoe gaat. Het is echt een popband, maar met een goed, integer randje eromheen. Een fijn bandje om mee te spelen. Drie hele muzikale mensen die supermooie liedjes schrijven. Een groep te gekke muzikanten, hele vette harmonieën en vooral mooie liedjes. Wij kennen elkaar allemaal van het conservatorium in Amsterdam. En we hadden, ik geloof aan het eind van het eerste jaar, hadden we dan een bandje. En dan mocht je dan zelf samenstellen en zelf bedenken wat voor een stijl, enzovoort, enzovoort. En dan kreeg je dan x aantal weken en dan moest je dan eigen nummers schrijven en een show doen. Ik heb dat toen samen met onder andere Bram gedaan. Nienke wilde graag dit project verder doorzetten, maar die andere mensen waren niet beschikbaar, dus toen heeft ze mij en Pepijn erbij gevraagd en zo is dat gegaan. En dat is uiteindelijk een heel mooi optreden geworden omdat alle stroom uitviel en het hebben ze overal kaarsjes neergezet en akoestisch gespeeld voor iedereen. Wij moesten toen voordragen en toen hadden we gesoundcheckt, alles klonk goed en toen ineens viel alle stroom uit. Dus toen konden we opnieuw beginnen. Toen hebben we op een gegeven moment gezegd, nou fuck it, we doen het gewoon. Toen hebben we alle instrumenten weggedaan, of tenminste alle versterkers weggedaan. Zijn we op de grond gaan zitten, we hebben kleding neergelegd, allemaal kaarsjes, iedereen op de grond gaan zitten. Dus zijn we akoestisch gaan spelen. En zo zijn we een beetje begonnen met een beetje schrijven en dat is helemaal uit de hand gelopen eigenlijk. Toen hebben we Robin en Misha erbij gevraagd op de bas en de drums. En dat klikte. Die zijn er gewoon nooit meer weggegaan. Ze waren op dat moment op zoek naar een ritmesectie, drummer en bassist. Ze zochten een geschikte ritmesectie om die liedjes aan te kunnen vullen op de manier die dus net iets buiten de standaard popmanier of zo. We hebben natuurlijk wel in 2012 een EP'tje uitgebracht, maar dat was gewoon meer ter promotie. En het album, ons eerste album, dat is ook eigenlijk ons enige album, die is net uit. En dat is wel echt, denk ik, voor ons allemaal een beetje onze baby. Dat was wel heel bijzonder. We hebben echt gezegd van, als we dit gaan doen, dan gaan we het goed doen. Dan gaan we ook echt de tijd ervoor nemen. We gaan het ook echt ervaren, weet je, lachen, huilen, boos, alles. Het gaat niet vanzelf, zeg maar. Dus we zijn al nu zo... Ik ken Nienke bijna al een aantal jaar of zo. We zijn dan 2 jaar ongeveer echt bezig om deze band te laten groeien. En een groeiproces doet natuurlijk soms pijn. Dus het is logisch dat niet altijd dingen op rolletjes gaan. Bijvoorbeeld het vormen van de band zelf was niet gemakkelijk. Of het vinden van het repertoire. Maar ik heb eigenlijk geen dieptepunten gehad. Want het gaat gewoon omhoog de hele tijd. Daarna zijn we vrij snel flink gaan schrijven voor een eventuele plaat. Hoewel vrij weinig daarvan daadwerkelijk gebruikt is. Omdat we bijna alles wat op de plaat staat hebben we opgenomen in een boshuisje. Of hebben we geschreven in een boshuisje. Waar we eigenlijk niks hadden behalve gitaren en drank en een kachel. En heel veel alcohol, want het was januari en sterfskoud. En op de laatste dag was het gewoon op, man. Toen was de drank op. En dat was heel vervelend voor ons. Dus, en toen had ik ook best wel een kater van de dag ervoor en toen ging ik een beetje bij de kachel zitten. En toen hebben we dat liedje Drank It All geschreven, eigenlijk ook heel snel, in 5 minuten. Het gaat ook namelijk over het feit dat er gewoon niks meer is. Fell out of the right side of my bed. My hands are shaking and my mouth is dry. It's been a long, long time since I had what I had last night. And I feel more dead than alive. The tray is full with the ashes of the night. On the kitchen
kitchen table, the bottle stands tall. My head is exploding, but it's quite alright. No, it's just a reminder that we drank it all. Just a reminder that we drank it all. Toen zijn we in mei dit jaar zijn we naar Huis ter Heide gegaan in de studio bij Victor van Woudenberg. Chille sfeer, ergens in een bos met een hoop groene omgeving. En, dat was wel inspirerend. De albumopnames waren echt heel bijzonder ook. Daarin zijn we echt denk ik, een band geworden. Waar het daarvoor nog wat meer trio en ritmesectie was. Ik denk dat je dat verhaal van iedereen wel krijgt. Maar Mind to Keep is voor ons allemaal wel heel speciaal. Ondanks dat ik er zelf niet op speel, vind ik Mind to Keep echt een belachelijk mooi nummer. These sad words sinking deep. How I wish your mind to keep. And all these dreams they seem so true. Altijd wel strubbelingen. Soms hebben mensen het heel druk met andere zaken, waardoor ze misschien wat minder input kunnen geven in de band. En dat moeten andere mensen dan weer oplossen. Daar kunnen wel strubbelingen over ontstaan. Maar er is wel altijd een steady flow geweest van alles is wel op te lossen. Je zit nooit constant alle drie op één lijn. De ene keer zal de ene net iets anders willen of weet je, heeft de ene het wat drukker en dat is dan moeilijk voor de rest. Dat heb je altijd wel. Er is een tijd geweest dat we niet zoveel gespeeld hebben met Yellowgrass. We hadden net die EP-release gehad. En ik denk, zij hebben toen met z'n drieën een tijd heel veel gedaan. En daar werden Misha en ik niet zo bij betrokken. Dat is voor mij wel een dieptepunt wat betreft Yellowgrass. Ja. Huiskamerconcerten en zo doen ze nog wel met z'n drieën. Maar dat is gewoon niet handig om dat met een grote bezetting te doen. Bij de generale repetitie over precies 3 dagen op woensdag 12 november is onze albumrelease in de Bitterzoet. Dus daarvoor zijn we nu de laatste repetitie aan het doen. Dat was de eerste keer dat we samen gingen spelen met al die mensen die ook mee hebben gespeeld op de plaat. Dus dat is, ik vond dat super leuk, want het was voor het eerst dat ik zeg maar eigenlijk Yellowgrass voor het eerst live heb gehoord. Dus dat was voor mij best wel bijzonder. Het is spannend, op het moment dat je een album uit gaat brengen, dan wil je dat echt heel erg duidelijk zetten en van hé, hey, dit is ons album, dit is wat we doen. De sound van Yellowgrass die is eigenlijk in het opnameproces van het album pas echt ontstaan als het ware. En wat we dus wilden bij die release ook zorgen dat het klonk zoals op die plaat. Dus dat betekent dus ook dat we ook al die dingen zoals pedal steel en toetsen en mondharmonica ook gewoon bij de live show eruit moesten gaan halen. Ik vond de albumrelease echt helemaal top. Een volle zaal die alleen maar voor de band Yellowgrass zijn gekomen. Was wel de eerste keer dat voor elkaar is gekregen, denk ik. Ja, het was tof gewoon. Het was echt... ik weet nog dat we heel,
heel mooi alles hadden uitgedacht, alle praatjes en hoe we precies hoe we gingen voorstellen. Want ik ben niet zo van dat gelul om het lullen, het moet wel zeg maar iets toevoegen. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment op het podium stond en het licht ging aan. En ik zag zoveel mensen staan, ook zoveel mensen die ik gewoon niet kende. Dat ik echt even gewoon helemaal alles kwijt was. Ik stond te stotteren volgens mij daar. Ja, het was echt tof. Nu moeten we gewoon gaan zorgen dat hem gaat worden. To welcome to the podium for their release of their brand new album, More Than You Should Know. Ladies and gentlemen, an outstanding, a loud super. Round of applause for the one, the only, Yellow Crush. I close my eyes as I repeat, there ain't nothing that I own, there ain't nothing that I need. I got nothing, just the holes in my pocket and a cigarette between my teeth. I'm at the bottom.